Het is rond middernacht op 1 september 2018 als in Annapolona een dodelijk verkeersongeval plaatsvindt. Hierbij komen twee jongens van 16 en één van 15 jaar om het leven. Een meisje van toen 17 jaar raakt zwaar gewond. Voorafgaand aan dit vreselijke ongeval is een groep jongeren bij elkaar gekomen om te chillen bij het oude gemeentehuis in Annapolona. Een 20-jarige man besluit om een rondje te gaan rijden. Drie jongens zitten bij hem op de achterbank, een meisje zit op de bijrijdersstoel naast hem. Een vriend van de 20-jarige man zit in een andere auto en rijdt hard weg. De 20-jarige man geeft plankgas en rijdt achter hem aan. Volgens getuigen haalt de 20-jarige bestuurder de andere auto met meer dan 90 km per uur in. Daarna komt een bocht waarin de 20-jarige niet afremt en het ongeluk plaatsvindt, nog geen 500 meter van het oude gemeentehuis in Annapolona. De auto raakt in een slip en botst met hoge snelheid tegen een boom. De achterklep zwaait open en de drie tieners op de achterbank worden de auto uitgeslingerd. Zij overleven het ongeval helaas niet.